gaan zo. Wacht even, hoe de fuck ga ik dit doen? Hoe de fuck ga ik dit? Stiekem, hè? Stiekem. Stiekem schaam ik me echt heel erg dat ik op mijn kamer nog zo'n fucking grote knuffel heb liggen. Jongens, welkom bij een nieuwe Q&A. Ik heb 2 dagen geleden, ik weet het niet meer, heb ik een video gemaakt waarin ik had gezegd dat jullie vragen konden achterlaten voor een Q&A. En ik ga in deze video jullie vragen beantwoorden. En ik heb er al best wel wat rare vragen tussen zien staan. Best lekker. Oké, laten we maar dus gelijk bij de eerste vraag beginnen. Ik heb ze hier op mijn telefoon staan. En de eerste vraag is, je bent echt niet kinky. Dat is niet eens een vraag. Huh? Nou, de tweede vraag, wat waarschijnlijk wel een vraag is, is Q&A, wat vind je het lekkerste eten? Het lekkerste eten vind ik echt vooral pizza. Ik vond vroeger altijd patat heel erg lekker natuurlijk, het is nog steeds lekker. Maar pizza is wel echt mijn favoriete eten op dit moment. Het is echt gewoon, dat is gewoon echt goddelijk. Oh mijn god. Oké, de volgende vraag van Bianca Bicepol is, wat is je grootste droom? Mijn grootste droom is denk ik toch wel YouTuber worden. YouTuber, ik ben wel YouTuber natuurlijk, maar echt dat ik ervan kan gaan leven en zo. Dat lijkt me echt super vet. Dat je gewoon één super grote camera met fucking 18 beeldschermen. Of 18 is een beetje overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Dat lijkt me echt super vet. En dan gewoon op het strand of zo in huis, maar dat is allemaal veel te duur. Lea vraagt, hoe vap je het best? Nou, ik zal het even laten zien. Je doet je broek open. Voor de jongens is dit trouwens. Je doet je broek open. Zo, je trekt hem naar beneden. Kut. Niet betrapt worden. De bel gaat, kut. De volgende vraag is, Jill, heb je vrienden? Ja, natuurlijk heb ik vrienden. Die heb ik leren kennen via YouTube natuurlijk. En ik heb ook heel veel schoolvrienden. Tenminste heel veel, gewoon wat een normaal persoon heeft. Gewoon vrienden op school, een vriendengroepje waar je mee omgaat. De volgende vraag is, Gio, ben je gel? Nou, nu je het zegt, godverdomme, hallo. Gio, wat is je lievelingsnummer? Mijn lievelingsnummer is... Dit nummer jongens, dit nummer. Ja, ziek shit. Ziek shit. Sowieso, we gaan even koken. Ik vlog nu met mijn statief, fucking loud dit. Oké, komt ie. Cruella Party Monster. Holy shit, dat liedje is zo fucking lauw om op beeld te gaan. De volgende vraag is, wat waren je hobby's voordat je aan YouTube begonnen was? Mijn hobby's voordat ik aan YouTube begonnen was, waren gewoon gamen. Ik voetbalde gewoon natuurlijk een beetje en zo. Dat eigenlijk een beetje wat een normale jongen zeg maar doet. Of een normale jongen, tenminste wat de meeste jongens doen. Een beetje gamen, een beetje voetballen en buiten spelen met vrienden. Maar tegenwoordig komt er eigenlijk helemaal niks meer van, want ik zit alleen maar achter mijn pc. Samir El Baya vraagt... Ga met een kijker skypen. Oké, dat is goed, ik ga jou bellen. Nou, gaan we even kijken of deze jongen opneemt. Gaan we kijken. Samir opnemen. Gaat Samir opnemen. Ik heb het geprobeerd, maar Samir nam niet op. De volgende vraag is, komt deze vraag in de Q&A? Ja, denk het wel. Ja. What the fuck games vraagt Gio Hoeland. Ben je? Hoe lang ben je, denk ik dat je bedoelt? Ik ben 1,86 meter, dus ik ben best wel lang. Ik weet niet hoe ik dat kan laten zien, maar als ik zo ga staan, ja, dan zie je niet zo heel veel meer van mij. Dan zie je, zeg maar, dat gedeelte. Dat gaan we maar niet beschrijven. Verzelka van Rosmalen vraagt, Gio, scheer jij je balhaar? Nou, dan moet ik even kijken, hoor. Dan moet ik even fucking kijken hier zo. Juan Querido vraagt, wil je me volgen op Instagram? Oké, jongen, dat gaan wij doen. Kijk eens even. Ik ga hier even mijn Instagram pakken. Oké, we zoeken JustBram0. We gaan naar zijn account. En wat doen we? We gaan volgen. Ja, en we doen zijn foto liken. Oh my god, ik ben vandaag echt in een goede bui. De Platinum Game Clan vraagt, Gio gaat met 30 seconden met je vinger in je neus. Oké, 18:55. Daar gaan we 3, 2, 1. BAM! Ik ga even mijn handen wassen. Ja. De Gamers Club vraagt, ga gek op straat lopen. Oké, ik weet niet wat je precies verstaat onder raar lopen buiten. Maar dit is voor de duidelijkheid in mijn huis. Maar let op. Poging 2.
filmen daar. Dat is iemand. Wie de fuck is dat? What the fuck? Dat ziet er echt raar uit. Er staat iemand. Sowieso, ze ziet mij ofzo. Focus. Kijk. Ze gaat weg. Oké, ik ga niet een tweede keer open doen. En dit doet zo'n vraag. Als je moest kiezen, je armen eraf of je benen eraf. Benen eraf, denk ik. Want dan kan ik tenminste nog iets doen, zeg maar. Want zonder armen kan je echt gewoon helemaal niks doen. Dan moet je zo gaan eten en zo. En dan kan je gewoon alleen maar voor je uit gaan staan. Want met je armen doe je juist alles. Je houdt je telefoon vast, je fietst, je rijdt auto, je gamet, alles, zeg maar. Dus dan lijkt dat me toch wel het beste om je benen er dan af te halen. En die vraagt, als je één mens, één dier en één voorwerp mee mocht nemen naar Miami om daar voorgoed te wonen, wat, slechts wie zou dat dan zijn? Ik zou sowieso als voorwerp zou ik mijn pc meenemen. Als mens zou ik echt niet kunnen kiezen tussen mijn gezin, mijn ouders en mijn familie en zo. En als dieren zou ik ook niet kunnen kiezen, want ik heb 4 katten. Dus ja, daar kan ik niet tussen kiezen, zeg maar. Even Eva vraagt, lukt het je om je teen in je mond te stoppen? Dan gaan we kijken. Het is gelukt. Joni602 vraagt, Gio, kan je een glas onder water drinken? Ondersteboven drinken. Nou, laten we het uitproberen. Oké, ik heb een glas. Daar ben ik. En ja, ik weet dat de zwaartekracht bestaat. Dus denk maar niet dat ik dom ben of zo. Dat ik dit zo echt heel dom ga doen of zo. Dus ik ga eventjes hier op bad. Oh, kut, er ligt een handdoek in het bad. Wat? En we gaan zo. Wacht even, hoe de fuck ga ik dit doen? Dit voelt echt alsof ik in een zwembad sprong. En letterlijk, maar dan ook letterlijk al wat water in mijn neus kwam. Zo! Piet en Milan vragen, hoe ben je begonnen met YouTube? Ik ging naar www.youtube.com. Ik ging naar een account creëren. En toen, toen maakte ik een account aan en zo was ik begonnen met YouTube. Ja. De meest gestelde vraag was, Gio, kan je twerken? Ik heb echt zo lang laten zien dat ik het heb. Oh shit. Oh yeah. Nou jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze Q&A. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe nog even dat blauwe duimpje omhoog. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze Q&A. Laat er vast een nieuwe vraag achter of zo. Weet ik niet, hoeft niet per se. Het kan natuurlijk. Dan kan ik de volgende keer weer een Q&A gaan doen en ik zeg later!